Brussel. Wederik en Babette. Inderdaad, Wederik en Babette zijn hier voor twee uur lang nachtradio. Normale mensen liggen nu in bed, maar de Wild Bunch zorgt ervoor dat jullie wakker kunnen blijven. Welkom. Gewoon wild gaan elke nacht, dat zou ook een beetje dwaas zijn. Dus het is wel geformateerde wild, zal ik zeggen. Maar we hebben elke nacht een paar rubrieken waarin we wel elk ons eigen ding kwijt kunnen. Ja, The Wild Bunch is het eerste seizoen. Maar Studio Brussel heeft in het verleden nog wel een aantal andere projecten gehad om jong radiotalent een kans te geven. Studio Dada was een aantal zomers een vaste waarde. Studio Dada was gewoon een format waarin er iets te veel vrijheid was. En dan zag je mensen die compleet de weg kwijt waren en die dan hele maffe dingen gingen doen die op zich niet helemaal werkten op radio. Terwijl nu hebben we gekozen om een lijst met muziek te geven, die weliswaar aangepast kan worden. Een aantal vaste items die op geregelde momenten terugkomen, die ze weliswaar zelf kunnen invullen, om hen toch zo een soort van ruwe basis te geven. En op die basis kunnen ze dan gaan bouwen en kunnen ze ook veel, veel gerichter gaan leren presenteren, interviewen, techniek doen, monteren. Ja, we hebben zo sessies gekregen, hè, van onze fantastische producer, ja. Lorenzo. Die heeft ons ingewijd in het radiomedium. En dat was heel leerrijk en interessant. En dat heeft veel geholpen. Maar ja, natuurlijk leer je dat pas echt als je dat echt moet doen. En dan... Er lopen dingen fout, maar dat is ook het leuke, omdat je moet leren om daarop in te spelen. Ja, en als je goed voorbereid bent, dan heb je altijd iets om op terug te vallen. Dus als het dan fout loopt, dan kunnen terug gaan. Oké, waar zaten we nu? Oké, dat moet nu. Wat? Door hier ergens in de namiddag te komen zitten en uw platen voor te beluisteren, kijken wat dat er bruikbaar zou zijn voor de uitzending. Ik had niet zoveel respons verwacht. En dat vind ik wel leuk, omdat je dan het gevoel hebt dat je niet voor niemand aan het presenteren bent. Dat is helemaal niet zo. Er luisteren mensen en mensen sturen sms'en en zeggen van het is leuk dat er 's nachts nog gepresenteerd wordt, want wij zijn aan het werken of ik ben aan mijn thesis aan het werken of ik ben gewoon wakker, ik heb geen leven. Ja, het is waar als je de dag daarna les hebt. Om 8:30. Ja, dat gebeurt. Morgen. Dat is dan wel even pijnlijk om op te staan ofzo, maar het is niet... Allee, voor mij toch niet dat super zwaar is. Je krijgt daar ook massa's energie van gewoon, als je daar staat dan. Ik studeer in Leuven op het Lemmens Instituut. Ik heb woord gedaan al en nu doe ik nog een lerarenopleiding drama bij. En ik heb tijdens mijn opleiding gewoon gemerkt dat het liefste dat ik doe radio maken is. Dus dan was ik ook heel blij dat dit nu kon. Ja, ik ben heel graag met radio bezig. Daarom studeer ik dat ook. En Studio Brussel, dat is gewoon heel leuk om te doen en super leerrijk. En je leert hier dingen. En je ziet hier dingen in de praktijk. Zoals ze dagelijks van dag tot dag gaan. En dat is super interessant.